We staan hier voor het poppodium in Venlo, waar ik een afspraak heb met chef Bert Masman. Eens kijken wat hij voor ons in petto heeft. Goedemorgen Bert. Goedemorgen. Goed dat ik mag langskomen, want ik heb een probleem. Ik ben redelijk brak op dit moment. En ja, ik heb honger, maar ik heb niet zoveel in huis. Ik heb een komkommer meegebracht en ik heb wat waterbloem, ik heb wat munt. Maar wat kan ik daarmee? Want ik moet wel een beetje gaan eten, wil ik opknappen natuurlijk. Kan jij mij helpen? Jazeker. We kunnen een lekkere salade maken, hè? Ja, dat is wel, zit vol vitamines dus. Ja, zeker. Ja, die heb ik nodig. Beginnen? Jazeker. Alright. Alright. Even denken, dan gaan we hier een mooie brunoise versnijden, hè? Dan ga je eerst het huidje ervan afhalen. Dus dan beginnen we het kontje eraf. Allebei de kontjes? Ja, dat snijdt wel zo makkelijk. En dan hou je de zijkanten eraf. Kijk. Oh. Ja, daar snijden plakken van. Ik dacht even, godverdomme ben ik nou sneller dan jou, maar dat... Ik wist dat je een houthakker in het veld was, maar... Met die in blokjes? Ja. Ja, ik kan wel iets. Kijk, wat een efficiëntie hier. Moet wel mooi, hè? Oh. Nou, zullen we verder gaan met komkommer? Ja, dat is mijn favoriete ingrediënt. Dan gaan we komkommer schillen en dan gaan we er uiteindelijk ook een brunoise van maken. En dan gebruik je zo min mogelijk van de zaallijst. Bert, hoe lang ben je eigenlijk al kok? Even denken, waar ben ik eigenlijk? 29. Vanaf mijn 23ste. Ik ben best laat begonnen. Ik heb altijd in bediening gewerkt, maar eigenlijk is de keuken veel... De keuken is leuker. Ja, vind ik wel. Dat is de betere kant van het vak. Oh, een kontjes eraf. Ja, kontjes. Dan snijden ze een keer door het midden. Oh, je van kontjes. Zeker wel. Waarom hou je de zaadlijst eruit eigenlijk? Ja, waarom? Je kan het best eten hoor, daar niet van. Maar ik... anders krijg je zo'n zompige... Salade. Ja, zompige salade. En ik vind het... Wel lekkerder als het nog wel een beetje knapper blijft. Ik ga ondertussen verder, hè. Hallo, zo snel ben ik niet. Kijk, ik ben klaar. Nee, dan mag je daar nog blokjes van maken. Maar maakt het lekkerder als het blokjes zijn? Ja, ik vind het wel. Oké, nou, dan doen we dat. Alright, dan heb ik hier, pak je een paar mooie blaadjes munt. Het liefst zo groot mogelijk. Alleen de blaadjes of ook de topjes? Nee, alleen de blaadjes. Als je er vier hebt, dan mag je die oprollen als een sigaar. Je mag ze ook alle vier tegelijk doen. Ja, hallo. Geen kok. Dat is duidelijk. Zoiets? Ja. En dan snij je die. Ja, dan hou je die vast. Ja, ik wou net zeggen, gaat de hele tijd weer uit elkaar. Ja, dan hou je die vast. Dan heb je een kraaienpootje en dan snij je die flinten doen. Dan heb je, uiteindelijk heb je wel reepjes. Ja, het is wel maar goed dat ik journalist ben geworden en geen kok. Ja, ik denk dat Fallon daar wel blij mee is. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Komkommerjournaal. Het eerste nieuwtje is een duur plaatje. Een sportplaatje van de Amerikaanse honkbalspeler Mike Trout. Oh nee, Mike Trout is dit weekend voor een bedrag van ruim 3,3 miljoen euro verkocht. Dat is het hoogste bedrag ooit betaald voor een sportplaatje. Hoeveel zou mijn voetbalplaatje van Niels Fleur inmiddels wel niet waard zijn dan, joh? Ik heb misschien al niet voor niets 10 jaar geleden bij de Albert Heijn staan bedelen om voetbalplaatjes. Dan loop je in de kielenverlos op de Maasboulevard. Zo, naar mij heen. Paris Hilton wil kids. Godverdomme. Paris Hilton heeft haar eitjes laten invriezen. Daardoor kan Paris, ongeacht haar relatiestatus, altijd nog een poging doen om zwanger te raken. En mocht dat niet lukken, heb ik nog wel het nummer van een leuke verslaggever van Omroep Venlo voor. Trouwens, ik heb mijn eitjes ook wel ingevroren. Dan kan ik ze met Pasen makkelijk beschilderen. Fucking slecht. Wat doe je als je je veelt in een lockdown? Nou ja, dan maak je toch gewoon een compleet menu van de McDonald's na. Een Britse man ging die uitdaging aan. Van de filet-o-fish tot de Franse frietjes van de Big Mac tot aan de apple pie. Hij maakte overal bijna zijn eigen identieke versie van. Het vlees bereidde hij trouwens helemaal op zijn eigen barbecue. Erg knap, en ik ben stiekem al blij dat ik een kipfilet kan bakken op mijn weg barbecue. Dat is wel echt hoor.
Dan het laatste nieuwtje. Ken je nog de film Madagaskar? Schijnbaar wonen de penguins uit de film niet meer in New York, maar in het Britse plaatsje Broxtow. Eén ding is niet veranderd, ze proberen nog steeds te ontsnappen. De Britse politie trof namelijk 's ochtends tijdens een routinepatrouille een ontsnapte penguin aan. De ontsnapte penguin had trouwens ook al een toepasselijke naam. Popo. Wellicht zit er dus ook nog wel een carrière in bij de politie en voor deze boef. Dat was weer het Komkommersjournaal van deze week. Volgende week weer meer absurd nieuws. Bedankt voor het kijken. En het weer, ja, je ziet het, het is een beetje winderig. Dus blijf vooral lekker binnen op de bank. Als je nog Netflix tips hebt, laat ze hier beneden achter in de reactie. En dan tot volgende week. Houdoe, hoi! Ik ben een actief. Ook eerst houdoe zeggen. Ja, ik wil eens een kitter nemen. Dus houdoe, hoi! Heb jij ook altijd een voorbeeld gehad of zo van een kok? Ja, goed naar je chefs kijken en luisteren. Ja, dus maar de chefs waar je zelf onder werkt gewoon. Ja. Luisteren jouw onderdanen goed? Ik ben niet echt een chef, denk ik. Nee, jij regeert niet met harde hand. Nee. Daar hou ik echt niet van. We hebben het hoofdingrediënt. We hebben de tonijn. Die gaan we branden. Branden? Branden. Doen we met gasbrand. Ik zou het een stukje voordoen. En dan doen we rondom. Duurt wel even. Dat kan je natuurlijk ook in de pan doen, op hoog vuur. Ja, ik wou net zeggen, dit is een beetje vals spelen lijkt wel, toch? Ja. Kan je dat thuis ook met een aansteker doen? Nee, dat weet ik niet. Nee, zet gewoon een pannetje op hoog vuur, een klein beetje olie erin. En je schroeit hem eigenlijk aan alle kanten aan. Dan heb je toch dat gebrande aan de buitenkant en het rauwe van binnen. Wicked tuna. Je draait hem open en je klikt als een aansteker. Ja, dat doe je een paar keer. Ja. Alright. Dat is de makkelijke manier. Ik heb gladde handen, man. Het is heet, man. Zijkantjes hoeven niet. Nee. Nee, die laten we rauw. Dan snij je daar gewoon dunne plakjes van. En dan probeer je die wel zo netjes mogelijk te snijden. Ik ben blij dat je het zelf opeet. Nou, dan doe je een beetje zout en peper op. Dus ik zou er rustig aan mee doen. Te laat. Nou, dan doe je een klein beetje sesamolie eroverheen. En dan wrijf je dat er een beetje overheen. We kunnen salade gaan maken. Yeah! Doe je de waterbloem en komkommer ongeveer evenveel. Zout, peper. Een klein beetje sushi-azijn. En een klein beetje sesamolie. Sushi-azijn, dat gooien ze ook in sushi of over sushi. Ja, het is wat zoeter, maar toch wel weer dat frisje, het zuurtje. En dan heb ik een limoen en dan mag je een beetje zesten eroverheen raspen. Oh shit. De munt mag er ook erbij. Ja. En zo. Alles? Nou, bijna. Het is nog een klein beetje overbewaard. Voor de garnering, ja. En dan meng je het. Gaan we het afmaken? Ja, laten we dat gaan doen. Nou, dan schep je in het midden van het bordje. Hoe belangrijk is de look van een gerecht voor jou dan? Wel belangrijk, maar het gaat wel omdat het lekker is. Het moet niet ten koste gaan. Hoor. Nee. Nou, dan leg je de tonijn eroverheen. En een beetje sesamzaad eroverheen. Oh, ik dacht dat is hagelslag. Wil je het nog afgeneren? Zeker. Hier een takje munt voor je. En dan hebben we het. Alright. Ik zie bijna niet wie dat heeft gemaakt, of wel? Bijna niet. 'Alright. Hoe heet het gerecht dan? Wat is mijn naam? Wicked tuna. Smaak. Dankjewel. Zo. Nou, dan knap je wel op. Zo, mijn kater is dankzij Bert helemaal weg. Wil jij dit receptje nou ook maken? Kijk dan onze link in de bio. Vergeet ons ook niet te abonneren. En tot volgende week. Bedankt voor het kijken. Hoi je! Moet je wel drinken? Ginger?
Noem je mij nou Ginger?